Dit zijn de kaartjes voor de schorpioen. Voor augustus. Welkom allemaal. Ik wens jullie een hele mooie maand. Met alle corona dingen en alles wat er speelt. We gaan kijken en kijken of het bij je resoneert, hè? Oké. Het eerste kaartje is de 8 van zomer. En dat betekent de 8 van bekers. Verlangen naar een meer betekenisvol leven. Beseffen dat het tijd is om misschien wel door te gaan. Ervoor kiezen om grote veranderingen in je leven door te voeren. Daar gaat het eigenlijk om in augustus. Ja, en eigenlijk wel meenemen wat je allemaal geleerd hebt. En eigenlijk een nieuwe weg door het bos vinden. Gaat veel over gevoel ook, hè? Bekers. En er komt de 3 van staven. 3 van lente. Mooi. Plan je volgende... En dat is dus een blokkade of een dwarsligger. Plan je volgende stappen met een lange termijn in gedachten. Wees geduldig. Er volgen nog meer fijne dingen. Voldoening over je uitstekende werk. Dus heb geduld. Ga lekker de natuur in. He, dat het is al van de fairies, dus dat is de natuur. De prinses van bekers, ja. Ze is zacht aardig, gevoelig, vriendelijk, maar soms ook onervaren. Een nieuwe relatie of emotionele gebeurtenis. Uitnodigingen voor sociale gebeurtenissen, een medelevende vriend waar je je zorgen mee kunt delen. Mooi. Gaan we even kijken. Dit is het kaartje van loslaten. Laat het verleden los. Het einde dat de weg vrij maakt voor nieuwe mogelijkheden. Tijd om verder te gaan. Ga ik zo even kijken van 13. Even kijken wat dat met de tarot is. De koning van winter. Koning van winter is de koning van zwaarden. Vraag advies aan een professioneel en objectief persoon. Spreken in het openbaar of zakelijke relaties. Maar een koningin of een koning juist van winter. Dus een koning van zwaarden. Die is deskundig, ervaren, rechtvaardig. Dus die komt ook op voor de zwakkeren. En is zakelijk. Oké. Misschien zoek je ook wel zo'n persoon. En dan komt hier de 6 van zwaarden. En de 6 van zwaarden is eigenlijk dat je in een boot stapt. En er komen positieve veranderingen aan. Een welkome verlichting naar moeilijke tijden. Het kan ook wel betekenen dat je een reis gaat maken of je standplaats gaat veranderen. Ik vind het wel mooi. Maar allebei hebben ze dat roze. Zie je dat? Mooi, hè? En het gaat toch allemaal wel... Ja, die staven gaat toch ook wel om pracht van jezelf. Geloof in jezelf, liefde voor jezelf. Oké, kijk eens. De lovers, die zijn er al. Dus ware liefde voor altijd. Beslissingen die vanuit het hart genomen worden. Terugkeer naar goede gezondheid. Ook liefde voor jezelf, maar ook, ja. Het komt toch wel goed met de relatie hier. Maar het kan ook de relatie met jezelf zijn. Hè? 8 van bekers. Nee, lente. Wacht even, sorry. 8 van staven. Stress. De omgeving vindt dat jij meer stress hebt doordat je meerdere dingen tegelijk gebeuren.
Maar je bent wel succesvol in het multitasken, dat vinden ze wel. Er zijn misschien wel plotselinge gebeurtenissen of veranderingen. En ze wensen je er veel succes mee. Dan gaan we nou kijken naar je hoop of vrees. Nou, het is een hoop. Dat je dromen vervuld zullen worden. Ja, vervulde wensen, dromen die uitkomen, een magische periode in je leven. Dus ja, je wil eigenlijk dat je dromen uitkomen. Heel mooi. Weet dat je prachtig bent. En wat is dan de uitkomst? De magier. Oh, mooi. Hè? En de magier is ook van, ja, je bent je vader en je moeder en je bent jezelf. Hè? En eigenlijk ben je jezelf niet. Want de zelf, dat is je ziel in je. Maar je hebt gewoon tijdelijk een lichaam. En ja, je kunt alles doen wat je wil. Neem je leven in eigen hand. Alles wat je nodig hebt om succes te zijn, kan je zelf manifesteren. Mooi. En jij bent je unieke persoon, hè? En als je dan ook nog jezelf helemaal kan vinden, ja, dan wordt het helemaal mooi.